Welkom bij deze nieuwe serie op mijn kanaal. Ik upload deze week elke dag een video met 5 verschillende tweelingen. Jullie kunnen via de comments en social media laten weten wie jullie favoriet is. Het meest favoriete duo is vanaf dan de leukste tweeling van Nederland. Ik ben... Doe jullie even de opening. Yo! Ik ben Ayla. Waarom doe je mijn... Ik moest toch intro... Dit is toch mijn video? Dit is toch raar? Wat een hond. Hey mensen! Zoals jullie misschien weten ben ik al de hele week ziek. Doe ermee wat je wil. Leuk dat jullie... Zo, ik kan niet praten! Ik ga heel zachtjes praten. Jullie kijken naar een nieuwe serie op mijn kanaal genaamd Leukste Tweeling van Nederland. Ik ben de hele week video's aan het maken met tweelingen. Mensen die op elkaar lijken. Die eigenlijk hetzelfde zijn. Maar doen alsof ze dat niet zijn, maar die zijn exact hetzelfde gewoon. Dat valt echt heel erg mee. Zeg gewoon even een fruit tegelijkertijd. 3, 2, 1. Aardbei. Oké, jullie zijn niet hetzelfde. Nee. Maar is aardbei wel fruit? Oh, aardbei is fruit? Ja? Aardbei, dat zijn toch mooie. Ik weet wat een aardbei is. Oh. Vertel, wat is dat? Ik ben hier met twee ladies. Ladies. Mannen. Doei. Ik zit hier met twee meiden, twee vrouwen, twee mensen die tweeling zijn. Wie zijn jullie? Ik ben Ayla. Ik ben Lisa. Maar vertel even wat over jezelf. Je hebt toch hobby's? En lievelingskleuren en huisdieren. En ja. Oké, nou we zijn dus allebei 18. Had je niet gedacht, hè? Nee. Had je niet gedacht? Jullie lijken echt inderdaad 14. Maar we zijn 18. Vind je wel echt cool. Thanks. Wow. Jullie moeten aan mijn kijkers laten zien dat jullie de tofste tweeling van alle vijf zijn. Verkoop jezelf even. What? Nou, oké. Wij zijn Lisa en Ayla en 18. We wonen in Rotterdam. We hebben een hond en twee katten. En een kleine zusje, maar dat is ook gewoon een hond. Wow, disrespect. Ja, nee, maar ze kan zich soms gewoon als een diertje gedragen. Als een diertje. Mag ik het eten? Eet het. Oké, ja, ik ben dus met Lisa en Ayla. 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 We gaan vandaag een video maken. En dat doen wij om twee redenen. 1, omdat het gewoon leuk is omdat jullie aan het lachen willen maken. Want ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Alle video's, dat mensen gewoon thuis zitten en denken, yo, die shit is grappig. Heel veel energie. En 2, omdat we eigenlijk door middel van deze video aan de kijkers moeten overtuigen dat jullie de leukste tweeling zijn van alle 5 tweelingen van deze week. Want jullie hebben waarschijnlijk nog niet alle video's met alle tweelingen gezien. Dus jullie kunnen nog niet echt beoordelen wie dan het tofst is. Maar kijk daarom de hele week naar een nieuwe video met een tweeling. En dan kun je aan het eind van de week zeggen, ah ja, maar ik vond die wel echt wel vet. Echt gaande. Yes. Ik ken haar eigenlijk niet. Ze staat alleen samen in een baarmoeder. 9 maanden. Bet. Zo. Ja, dat is zo. Oh, ik dacht ik iets doms zei. Nee, nooit echt op nagedacht. Dat vind ik eigenlijk niet. We gaan vandaag iets leuks doen. We gaan namelijk... Ik heb iets bedacht. En dat is spannend. Ah, je bent snel. Nee. Goed zo. Pitches. Oh! Jullie zijn natuurlijk dames. Jullie zijn 18. Jullie hebben voorkeuren voor bepaalde mannen, heren, kerels. Dudes. Voor bepaalde gasten. Ja. Ik heb jullie gevraagd om jullie favoriete 5, de knapste mannen die jullie kennen, naar mij op te sturen. Afzonderlijk van elkaar. Jullie weten niet wat jullie hebben opgestuurd, tenzij jullie het stiekem gewoon hebben overlegd. Nee. Hebben jullie overlegd? Nee. Hebben jullie overlegd? Nee. Echt niet. Weet je. Dus ik ga... Wat was het spel nou? Oké, leg het uit. We moesten dus jongens insturen. En de bedoeling is dat wij van elkaar gaan raden, toch? Ja. Of wie, of het, ik wacht. Thanks. Oké, een voorbeeld. Ik zeg tegen Lisa, Ayla is stiekem verliefd op Enzo Knol. En dan moet jij raden of dat echt ADHD was. Nou, dat is niet zo hoor. Oké, zijn jullie klaar voor? Heb je ADHD? Nee. Oh ja, trouwens, mocht je nou lekker thuis zitten en denken, ik wil even abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan, want je boy heeft bijna 600.000 abonnees. Maar, subscribe. 600.000, bijna. Weet je, je krijgt een bruine playbutton bij 600.000. Nee, dat is niet waar. Ayla. Yeah. Lisa heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op... Jij moet niet zo... Ja. Oké, Lisa is stiekem verliefd op Channing Tatum. Nee, ik weet niet meer. Je weet het gewoon niet meer. Hij is mooi, maar nee. Dat is goed! Hey. Oké, dit is knap. Dit vind ik echt goed. Bye bye. Lisa, focus. Focus. Even klaar met die grapjes van je. Ik ben er klaar mee. Even klaar mee. Oké. Joei. Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is. Ik vind het spannend. Ayla is stiekem verliefd op Dylan O'Brien. Ja. Echt? Ja, het is husband. Dat is goed. Hij is echt leuk. Hij is echt mooi. Ik weet niet eens wie het is. Ik weet zeker dat de kijkers die Teen Wolf kijken, die weten gewoon dat hij echt zo schattig is. Hij heeft syndroom van Down heeft. Nee, heeft hij niet. Nee. Ayla, focus! Oké, Lisa heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op je boy, Lil Kleine. Ja, nee. Ja, je kan nog even nadenken, wil. Jij moet helemaal in je mond houden. Ja. Ze is verliefd op hem. Ja? Ja. En? Ja! Ja! Husband! Ik denk dat mijn vriend het niet zo leuk vindt dat ik hem leuk vind, want mijn vriend haat hem. Je vriend? Ja, ik heb een vriend. Oh, had ik nou dat geweten, dan had ik even opgelet met wat ik zei. Hoezo? Ik ken jouw vriend namelijk. Normaal niet. Wel. Nee hoor. Diederik. Nee. Hij heet Jesse. 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 Diederik. Focus! Oké, Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Zac Efron. Ah. Die guy van High School Musical. Oh ja, oh. The girl. What she know, every star, every stars, every scene.
jij mag het slaan. Waarom is dat Ayla? Oh. Zeg nee tegen geweld. We gaan door, Ayla. Ja. Jouw tweelingzusje heeft mij verteld, stiekem, in het geheim, in het diepste geheim. Ja, via mail. Via mail, dat zij stiekem verliefd is op Justin Bieber. Ja. Wie niet? Kun jij dit bevestigen? Dat weet ik eigenlijk niet. Je weet niet eens wat je hebt. Ik weet wat ik heb gestuurd. Alleen, zeg maar, ik was eentje kwijt. Dat was nee. Een kleine was die kwijt. Oh. Ja, het is goed. Ja, toch? Ja. 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 Luister. Focus! Oké, okay. Ik schrik daarvan. Focus! Alle kijkers, spijt me nog steeds dat ik niet kan praten meer. Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Gio Latoy. Wie? Gio. Nee, Lisa. Weet je wie dat is? Weet je wie Gio is? Ja, ik weet wie Gio is, maar die nee. Die gast met die ogen die zo... Ja, die... Burn! Burn! Oh. Sorry, Gio, als je dit kijkt. Ken je niet, maar maakt niet uit. Nee, dat is niet zo. Dat is niet haar type. Dat is zo waar. Ken mijn zus. Is goed. Jullie zijn wel lekker bezig. Ja. Zo. Gaat echt nooit over de jongens die we mooi vinden, hoor. Nee. Call me on my cell phone. Maar zijn allemaal zo snel afgeleid. Ja, doe even normaal, joh. Focus! We gaan door. Ayla, ja. Lisa heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Ethan Dolan. Ja, ja. He pretty. Ja? Ik heb hem ontmoet, hè. Nee. Ja. Ik geloof er niks van. Echt, staat op mijn Insta. Oké, okay, dan geloof ik het. Het is goed! Het is echt goed. Je bent echt lekker enthousiast. Lekker. Ja. Oké. Okay. Wat was dat nou weer? Pardon! Doe normaal! Sorry! Focus! Wat was dat? Ik heb iets van die arm is nu. Lisa, Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Boef. Nee, eeuw. Oh. Nee, nee, dat is niet zo. Dat is niet haar team. Nee, dat is zo waar. Ik ben echt heel kieskeurig. Het is goed, ja. Dat klopt. We hebben telepathie, jongens. Vind ik echt knap. Had ik maar zo'n goede. Nee, sorry. Wij zijn wel je zusjes. Oh, jemen! Het helpt. Je gek? Wij zijn wel je zusjes, oké? Ja! Oh my god, die tranen. Oh, hij heeft echt tranen. Is goed. Focus! We waren gewoon lief aan het doen. Ja, die zijn de liefste ooit. We zijn klaar, we gaan door. Ik had gewoon citroen in je ogen kunnen spuiten. Druk gewoon een citroen in mijn ogen. Ja, Lisa heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Brooklyn Beckham. Ja? Ja, klopt het? Ja! Oh! Ik wist het niet zeker. Maar hij is wel echt mooi ook. Wie de fuck is Brooklyn Beckham? Zo, de zoon van David Beckham? Ja. Oké, okay, dan weet ik het wel. Nee, want blijkbaar wist je dus niet. Nee, ja, ik wist het niet. Hij werkt echt ziet. Toch in een broodjeszaak of zo. Huh? Echt? Wat? Lisa. Ja. Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem boter verliefd is op Peter de Harder. Nee, wat? Wie is dat? Oh. It's a joke, bro. Oké, okay, en nee? Nee. Nee? Nee. Ze wist niet wie het was. Ja, ze wist niet eens wie het was. Het was een joke. Ah, dat was een joke, bro. Ayla, die zei mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ja, die wist ik wel. Nee, ik weet niet. Dit is een cheat! Jullie cheaten gewoon. Ik moet gewoon hier een plank tussen. Het ging voor ongeluk. Je verpest het spel. Ja, Lisa. Nou, wat is het antwoord? Nee. Nou, en? Nee! Oh, wat goed zeg. Heel knap. Hij heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Manuel Broekman. Ja. Hij heeft blauwe ogen en bruin haar. Ja! Oh! Blauw haar, bruine ogen, oké, klaar. Dat is gewoon klaar. Daddy material. Wat? Ayla, die heeft mij verteld dat ze toch wel stiekem een beetje, nou ja, toch wel een beetje verliefd is op Cameron Dallas. Die is lastig. Kijk daarheen. Oké, ik denk wel. Hij is wel mooi. Nee! Nee! Oh, je had het fout! Oh! Damn! Zou het een keer fout? Tot de tweede keer had het fout hadden. Ja, oké, maar zeg maar, al die andere keren hadden jullie het goed. Het was een leuk spel, hè? Ja, man. Ja, next! Ayla heeft mij verteld dat ze toch wel stiekem een beetje, nou ja, toch wel gegoogeld op de foto's van Martin Garrix. Nee, ja, nee, ja. 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 Ja? Ja. Fout! Nee! Boom! Je praat zo veel. Hij is wel echt leuk of zo. Hij heeft echt. Ik wil erop zeggen. Oké, okay, zeg maar. Ja, hij is niet leeg. Ga door naar de volgende. Die zijn stiekem verliefd op Kelvin Boerma. Die van binnen misschien wel, maar nee. Nee. Hello darkness, my old friend. Oh fuck, doe het fout. Oh, kut. Hoor je dit ook piep? Als je schuilt? Nee. Ik kan schuilen als ik dat wil. Ja. Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem verliefd is op Niels Vissen. Ja. Boah! Ja, het is goed. Ja, hè? Vet, man. Lisa heeft mij verteld dat jij... Nee, dat jij. Dat ik. Hoe werkt dit? Lisa heeft mij verteld dat ze toch stiekem een crush heeft op Shawn Mendes. Ja. Hij is gewoon perfect. Ik word gewoon een beetje onzeker van dus. Why? Omdat ik geen Shawn Mendes heb. Ayla heeft mij verteld dat ze stiekem op Grayson Dolan valt. Ja, nee, ja. Ja, is het goed? Ja. Oh, die heeft mij verteld dat ze toch stiekem best wel heftig, nou, smoor verliefd is op Jacob Sartorius. Nee, dat is echt een kleine elfje. Kleine elfje, kun je niet zijn kleine elfjes.
Mensen, focus even. Blijf bij me. Wij zijn bijna toegekomen aan de allerlaatste. Als jullie deze goed hebben, zijn de ultieme winnares. En dan ben ik echt super trots op jullie. Mocht jij nou thuis zitten en denken, yo, Ayla en Lisa zijn aan, joh. Die zijn aan. Die zijn fantastisch. Dan moet je in de comments laten weten van, yo, ik vond haar echt tof. Of nee, ik haat echt haar, want ze zegt dat Gio ogen. Nee. Maar lang verhaal kort, mocht je het tof vinden, laat het me weten. Abonneer even op het kanaal. En like. Abonneer. Oké, we gaan door naar laatst. Ayla, laat mij vertellen. Als deze goed, dan word ik echt gek. Ja, dan vind je stoel vallen of zo. Dan ga ik voor mijn stoel vallen. Oh, oké, dat wil ik zien. Ayla, ik ga niet voor mijn stoel vallen. Ah. Fuck, stoel. Ayla heeft mij verteld dat de stiekem valt op Ian Sommerhalder. Ja. Ja? Ja. 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 Haar blauwe ogen. Oh. Oh. Wow. Wat weten jullie niet van elkaar? Alles. Ja. Ja. Hey, mensen. Ja. Bye. Bye. Bye.